Hallo jongens en meisjes van de meerpaal van groep 3 en 4. We hebben jullie een paar weken geleden twee keer een workshop gegeven over plastic monsters. En de laatste keer was er een strijd tussen plastic monsters en opruimers. Nou, nu met de coronacrisis kunnen we jullie helaas niet de derde workshop geven, maar daarom hebben jullie dit filmpje. Wat gaat er in dit filmpje? Nou, bij die strijd tussen plastic en opruimers zou dan in de derde workshop een soort oplossing gevonden worden. En wij hebben die oplossing, dat zijn namelijk de Plastic Monster opruimbakjes. En deze kan je ook thuis maken. En hoe je dat doet, dat ga ik je zo uitleggen. En als jij bij dat maken kan je ook soms hulp vragen aan je ouders of aan je grote broer of zus. Nou, eerst zorg je dat die fles helemaal leeg zit, geen omhulsel eromheen zit. Die haal je eraf. Als je dat gedaan hebt, dan teken je een lijn, ongeveer 3/4, dus 19 staat ook zo'n streepje erop. Teken je een lijntje langs de rond de fles. Als je dit gedaan hebt, dan teken je ook 2 driehoekjes boven het lijntje. Dat zijn de oortjes van de monster. Als je dat goed gedaan hebt, dan mag je hem de schaar gaan pakken. En als je de schaar gepakt hebt, dan mag je hem gaan knippen. En je knipt hem eigenlijk een soort van doormidden. En dan over de driehoekjes heen dat je het uitknipt. Als je dit gedaan hebt en helemaal uitgeknipt, pas op dat je niet jezelf snijdt. Dan teken je ook nog het mondje. Het mondje doe je ongeveer op de helft. En dan als je die getekend hebt, ook die knip je dan uit. Als je die uitgeknipt hebt, dan mag je het wat je over hebt gaan verven. Dan verf je hem helemaal rond, totdat je helemaal niks meer ziet van de fles. En dan doe je alleen de buitenkant. Dit kan een tijdje duren. En als je hem dan helemaal geverfd hebt, ook de oortjes, dan moet je hem laten drogen. En tijdens het drogen kan je iets anders doen, bijvoorbeeld dat je een lekker dansje doet of dat je gaat denken van in huis gaat zoeken welke plastic dingen ook in dit bakje kunnen. Als het de tijd om is en het helemaal droog is, dan ga je de ogen verven. Dat doe je met witte verf. En dan doe je ook nog de mond. De mond doe je dan met een klein beetje rood doe je langs de lijnen, zodat je een mond krijgt. Als de ogen droog zijn, dan doe je daar ook nog zwart bij, zodat je de pupillen ziet. Als je dat gedaan hebt, dan knip je de teken je tanden en knip je die uit. En als je die tanden hebt uitgeknipt, dan plak je ze vanuit de binnenkant in de mond. En als je dat gedaan hebt, dan heb je je eigen plastic monster. En dan kan je de gevonden plastic voorwerpen in je huis, zoals rietjes, pennen of gummen, die kan je dan in je eigen plastic monster opruimbakje doen. Als je je eigen plastic monster opruimbakje gemaakt hebt, dan kan je die en heel graag met ons wilt delen, dan kan je dat natuurlijk een foto sturen via de mail. Ons mailadres is s11052149@student.hsleiden.nl. Hopelijk tot de volgende keer en ik hoop dat je een mooi plastic monsterbakje maakt. Doei!